Wij met Stadter Buk Rombouts, alle beste wensen nog voor het nieuwe jaar. Dankjewel, hetzelfde voor jullie. Geboren vlakbij Antwerpen en je hele leven eigenlijk in België gespeeld en ook trainer geweest. Nooit overwogen om het eens een keer in het buitenland te proberen? Die dromen waren er wel, maar realistisch gezien nooit niet die stap gemaakt om in het buitenland. Zo. Wel trainingskampen in Nederland, in Den Bosch, bij Eddie Gosselin in de tijd. Zo. Maar niet echt overwogen om in Nederland te gaan. Ik had wel een grote idool, Mike Pelgrims, die altijd in Nederland speelde. En dan kwam ik geregeld kijken en dat was voldoende voor mij. Jij moet dan wel een kenner zijn van het Belgische hockey. Hoe is het hockey in België? Is het een populaire sport geweest, geworden of wordt het dat weer? Nooit geweest en zal nooit niet worden, heb ik de indruk. Waarom niet? Te weinig mediabelangstelling. Heel vroeger, 20 jaar geleden, dan hadden we de bekerfinale. En dan werd die wel eens uitgezonden. En dan was dat eerst een uur en dan werd dat ingekort naar 3 kwartier. Op den duur had je nog maar enkel het nieuws of zo dat de beelden haalde. Dus dat kwam nooit niet tot de media toe, die sport. Is dat om te draaien, denk je? Wat zeg je? Is dat om te draaien? Dat zouden we graag hebben, als ijskeer zelf wel, maar ik weet het niet. Het lukt ons niet. We hebben al van alles geprobeerd. Bij ons in Herentals lukt het wel, omdat het is een kleine stad, een kleine kern, zal ik maar zeggen. En iedereen zit bij elkaar op school en dan krijg je wel daar leeft het ijskeer wel, maar in Antwerpen, ja, je hebt daar enkele voetbalteams, basketbalteams en de mensen zijn meer geneigd om naar die sporten te gaan kijken, omdat ze ijskeer ook niet... Het gaat te snel en ze snappen het spel precies niet, denk ik, hebben wij de indruk. Herentals doet net als Flyers aan livestreamen van de wedstrijden. Dus zou de toenemende populariteit daar ook iets mee te maken kunnen hebben? Oh, dat weet ik niet. Echt niet. Daar heb ik geen zicht op eigenlijk. We hebben wedstrijden gehad waar we minder tegenstander hadden. En dan de toeschouwers bleven dan wel eens thuis. En dan keek die via de livestream. Maar het is niet dat er meerdere mensen die niets met ijzer te maken hebben, dat die naar die livestream kijken. Dus het blijft klein in België. Wat is de charme van het spelen in Herentals in dat half open blozo stadion? Ja, dat open lucht. Hè. Die kou, zeker in de winter als het echt koud is en begint te vriezen. En je ruikt ook het bos. Hè. Het bos en de chocoladefabriek iets verder. Dus dat heeft zijn charmes. En als er wat wind staat, dan voel je die wind ook echt. Ja. Dus, ja, wij zijn er van de zomer geweest, maar 's winters is het te koud, neem ik aan. Ja, in de winter als het echt goed vriest. Nu hebben we deze winter een warme winter. Ook nadelig voor het ijs dan. En is het veel zachter en zo. En, rapper slecht ijs, maar inderdaad, het heeft een charme in de winter, is het wel leuk zo. Ja. Wat zijn je verwachtingen voor vanavond? Heerenveen is een geduchte tegenstander, dus we zullen het heel zwaar hebben. Maar zoals we getraind hebben maandag en dinsdag, hoop ik dat we dat tempo kunnen blijven aanhouden. En hopen we natuurlijk op een overwinning. Alle spelers een beetje aanwezig of zijn er ook geblesseerden die thuis moesten blijven? Ze zijn allemaal aanwezig. Ik denk ene die moest studeren zo, en ene die zit met zijn schouder en de dokter had die afgeraden om niet te spelen. Maar we zijn voltallig, dus het hele team is aanwezig. Heel veel succes vanavond. Dankjewel, jullie toe.